Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom vanuit Recreatiepark De Leistert in Roggel voor een nieuwe Kerngezond TV. Kerngezond staat voor gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag met inspiratie van topsporters. En vandaag is mijn gast oud-profielrenner Gert Jakobs. Dadelijk in beeld, maar eerst, zoals je gewend bent, het kerngezonde nieuws. De basisschoolleerlingen in de gemeente Horst aan de Maas beleefden onlangs een sportieve dag. Ze mochten in de plaatselijke sporthal en in het zwembad kennis maken met diverse sporten. Zo gaf zwemvereniging HZPC een waterpolo-clinic en een zwemtraining. Verder mochten de leerlingen volleyen, handballen en kickboksen. Tevens werd de winnares van de foto van de maandverkiezing bekendgemaakt. Sanne Aars maakte deze kerngezonde hockeyplaat en mocht de winnaarstrofee in ontvangst nemen. En dat brengt ons bij de foto's van deze week. Cas van Menen uit Maasbree liet een kerngezond schilderij aanbrengen op zijn gezicht. En kijk eens hoe goed die gelukt is. Assanya Kruijen uit Kerkrade maakt ons duidelijk dat fruit en water allebei het gezond zijn. En Sanne Schreurs uit Halen, die eet gezond en beweegt tegelijkertijd ook nog eens gezond. Chapeau! Blijf die foto's trouwens insturen. Het kan naar info@wijzijnkerngezond.nl. Elke week stellen we enkele kerngezonde vragen aan een topsporter. En vandaag is dat... Ik ben Gert Jakobs, 52 jaar. Ik heb 3 kinderen. Mijn sporten zijn wielrennen en schaatsen. Mijn werk is nu presentaties geven over wielrennen. En dat doe ik met heel veel passie en met heel veel plezier. Want jij was van beroep superknecht. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Over jouw rol? Helemaal volgepropt. Moet je voorstellen, al die bidonnen als het heel warm is. Een paar in de nek, een paar op je fiets, hier achter in de zakken. En als het heel hard waait, ja, dan moet je op kop fietsen. En de kopman die rijdt mooi achter jou, mooi lekker uit de wind. En jij pakt het meeste wind. Maar als hij aan het einde dan wint, ja, dan is iedereen weer blij en gelukkig. Je hebt de Tour de France gereden een aantal keren, je hebt de Olympische Spelen meegedaan. Als ik het dan heb over hoe leef je op zo'n evenement? Ja, weet je, als je in de Tour de France bezig bent, dat is 21 etappes, dan leef je eigenlijk per etappe. Ik wist niet eens wat voor dag het was. Dus het was voor mij niet of dinsdag of woensdag. Je kreeg, je las geen kranten, keek eigenlijk geen televisie. Van de wereld kreeg je niet zoveel mee. Het was alleen maar wielrennen de hele dag. Wielrennen, eten, slapen, masseren. En daar was je de hele dag mee bezig. En dat eten is natuurlijk wel een dingetje. Want als je 220 kilometer moet fietsen, dan moet je 's morgens al opstaan. En dan, dan staat er zo'n tafel vol met eten. En dan moet je dan allemaal maar naar binnen schuiven. Om wel genoeg energie binnen te krijgen om de hele dag van die lange afstanden te kunnen fietsen. Mijn gewicht was gemiddeld 80 kilo. Maar als ik uit de Tour de France kwam, dan was mijn gewicht 74. En 80 kilo is voor mij al heel licht. En dan moet je je voorstellen, dan heb je 3 weken gefietst en dan ben je 6 kilo afgevallen. Dat betekent in hele zware ritten, bijvoorbeeld bergrit, als je start met 78 kilo, dat je aan het einde van de dag 75 kilo bent. En je hebt de hele dag ook niks anders gedaan dan heel veel eten en drinken, hè? Wat is eigenlijk je favoriete gerecht? Dat zal geen pasta meer zijn dan, denk ik. Nee, mijn favoriete gerecht, dit is wel wat, het gaat wel over kerngezond. Maar vroeger mocht ik eigenlijk nog geen frietjes eten. En nu eet ik regelmatig wel eens een frietje. Maar ik combineer dat dan wel altijd weer met gezonde groenten daarna en heel veel sla. Dus dan... is het frietje, dat mag dan. Als de wedstrijd bezig is, hoe plassen jullie dan? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Ik kon niet zo goed plassen vanaf de fiets. Dat is best wel ingewikkeld. Gaat wel, moet iemand je duwen en dat is best wel moeilijk. Voor een man, die kan nog stoppen, aan de kant gaan staan. Ja, broekje naar beneden en dan gaan plassen. Maar ja, bij echt heel hoge nood is er een ploeggenoot die jou een beetje aanduwt. En dan moet je op de fiets zo staan. Moet je je slurfje eruit halen en dan proberen te plassen. Zo gaat dat. Gert, je hebt lagere school, basisschool heb jij ook gehad. Wat was jouw leukste vak? Apenkooi. apenkooien met de gym. Ja, dat is het. Maar weet je wat het is? Weet je dat dat weer helemaal in is? Ja, maar dat vind ik juist goed, man. Want daar had ik ook heel veel lol en plezier in. Want weet je, Maurice, ik kon eigenlijk alleen maar een beetje fietsen en schaatsen. Dus van de gymnastiek, dat was eigenlijk helemaal niet mijn favoriete vaak. Want als ze deden handballen, kon ik er niks van. Als ze deden volleyballen, kon ik er niks van. Als ze deden voetballen, kreeg ik de bal, die kreeg ik niet fatsoenlijk weggetrapt. Maar apenkooi, hé jongen, dan toverde, daar kwam een lach op Gertjes gezicht. En voor mij mochten ze de hele dag apenkooien spelen. Dat was het jammer dat dat maar 1 keer in de week was. Nou geef je tegenwoordig, zei je al, presentaties over wielrennen en wielerclinics. Wat wil je de mensen leren? Ik zou eigenlijk de kinderen willen meegeven, zolang je er maar heel veel plezier en heel veel lol in hebt. Dat is echt het allerbelangrijkste. En ja, als je daarbij ook nog een stukje talent hebt en je haalt later de top, ja, dan zou dat fantastisch zijn. Maar je hoeft er niet van wakker te liggen als je het niet haalt. Want er zijn in het leven nog zoveel mooie dingen om te doen. Dus dat komt voor de kinderen altijd wel goed. Tijd voor de prijsvraag over Gert. Wat voor type wielrenner was hij? Was hij A, een sprinter, B, een tijdrijder of C, een meesterknecht? Mail je antwoord naar info@wijzijnkerngezond.nl en zet duidelijk je naam, leeftijd en woonplaats erbij. De winnaar van de prijsvraag wordt binnenkort bekendgemaakt in deze uitzending en wint een fantastische prijs. Hij of zij mag namelijk met alle andere prijswinnaars deelnemen aan de Kerngezond afsluitdag. En op deze dag kun je genieten van een kerngezonde barbecue, aangeboden door AZ Barbecue. En je mag schelteren om de hoofdprijs, een weekendje weg voor het hele gezin, aangeboden door vakantiepark De Leistert in Roggel. Maurice verslaat dus opnieuw een wielrenner met skelteren. Ditmaal is zijn tijd 49 seconden en 100ste. Zijn persoonlijk record tegen Sabrina Stultjens blijft daarmee overeind. Gert Jakobs doet precies 1 minuut over het rondje en daarmee eindigt hij, zoals een meesterknecht eigenlijk wel gewend is, in de achterhoede van ons skelterpeloton. Gefeliciteerd, man. Dankjewel, Gert. Hij moet er nou zo snel bij mij wegsprinten. Ik ken mijn eigen kracht niet. Trainen! Dit is lastig, man. Dat is niks, jongens, zo'n stukje voor mij. En doping. En groente, fruit. Ja. En bruin brood, hè? Net als jullie in de Tour. Ja. Met pindakaas. Dus ja, Kerngezond TV zit er bijna op. Weer een overwinning voor Maurice. Dat is leuk. Vergeet niet antwoord te geven op de prijsvraag. We kunnen er hele mooie prijzen mee winnen. En het laatste woord is, zoals jullie gewend zijn, voor Gert Jakobs. Dit was Kerngezond TV. Tot de volgende keer. Wow. Wow. Kerngezond is voor mij ja, alles doen met passie, met heel veel plezier, vooral veel lol maken, daarbij gezond eten, een beetje bewegen, veel sporten. En mijn motto is voor jullie de ram. Kerngezond TV is powered by EVT.